was dus lekker aan het chillen op de manier hoe ik dat doe. Totdat ik mijn telefoon erbij pakte. Ik zag dat ik een berichtje had ontvangen. Vandaag! Valt het jullie ook altijd op dat ik echt zo altijd zeg: vandaag gaan we dit doen of dat doen? Nee, vandaag zat ik dus te poepen en er kwam zoveel stront. Even serieus, jongens en meisjes. Ik zat laatst op mijn telefoon en ik kreeg ineens een appie van mijn nicht. Want zij was op vakantie geweest naar Spanje en ze zat lekker op internet de foto's terug te kijken in een club waar ze was geweest. Ze zag allemaal leuke foto's en toen dacht ze: Don, ben jij ook in Spanje geweest? Wat het dus was, is dat mijn nicht vond een foto van een jongen die sprekend op mij leek. Echt sprekend. Misschien 2-3 jaar ouder. Hij heeft al een beetje een baardje. Je ziet al dat hij wat ouder is, weet je wel. Maar het is echt bizar hoe erg deze vent op mij lijkt. Als het goed is, konden jullie net in dat soort grappige sketch voorstukje al zien hoe ik eruit zag. Of hoe hij eruit ziet. Wow, ik ga hem zelfs verwarren. En hier zie je nu een foto van die man die op mij lijkt. Hij lijkt echt kapot erg op mij. Ik heb hier de foto op mijn telefoon. En als ik er naar kijk, dan denk ik echt, het is mijn verloren broer of zo. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus een cijfer van 1 tot en met 10. Hoeveel lijkt deze man op mij als die mijn broer zou kunnen zijn? Dus niet een tweelingbroer. Want ja, het zou op zich wel kunnen, maar dan ben ik net te jong. Ik vind het echt bizar. Kijk, we hebben bijna hetzelfde haar. We hebben dezelfde lach. We hebben, ja, ik weet niet, de neus, de oren ook gewoon. Het lijkt me zo lijp als een van jullie deze gast kent en ik zou een video met hem kunnen opnemen. Dat zou heel eng zijn, maar ook heel lachen. Maar daarbij eindigt deze video niet. Want ik ben niet de enige die een lookalike heeft van zichzelf. Er zijn veel meer mensen met dubbelgangers. En ik heb een website gevonden waar je bekende celebrities ziet die sprekend op iemand uit vroeger leken. We gaan gewoon nu naar die website. Ik ga jullie meenemen. En dan gaan we eens kijken hoe bizar die dubbelgangers zijn. Als je denkt dat mijn dubbelganger niet normaal was, moet je eens opletten wat er op deze site staat. Zoek op celebrities lookalike history en je krijgt een website van 45 bekende mensen die op andere mensen lijken uit de oudheid. De eerste is Katniss Everdeen. We kennen haar allemaal denk ik wel. Hunger Games. En ze lijkt hier op een of andere Egyptische vrouw. Nicolas Cage lijkt er nou niet echt heel erg op. Deze denk ik ook niet. Maar we hebben hier Mark Zuckerberg, de uitvinder van Facebook en de eigenaar van Twitter en Instagram. Ja. Oh, kijk dit jongens. These legs will mess with your head. Waar lijkt het op? Dat iemand zelf op de benen heeft? Of dat het glinstert? Ik ga gewoon even doorheen scrollen jongens. Kijken welke jullie het meest herkennen. Zoals deze Rupert Grint, a.k.a. Harry Potter's vriend in Harry Potter. En het grappige van deze is, hier hebben we de vrouw van The Ellen Show, Ellen zelf. En ze vergelijken er met een man met een baard. En we gaan hier Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio lijkt helemaal niet op een vrouw. Maar die vrouw lijkt ook helemaal niet op Leonardo DiCaprio. Maar toch zijn het als steeds op ons water, ja, broer en zus of zo. Maar deze lijkt er wel op. De jongen van Home Alone en een jonge Vladimir Poetin. Ik zal deze website wel even in de beschrijving zetten. Kunnen jullie zelf checken. Is niet gesponsord, maar ze denken gewoon even lachen. Kunnen jullie ook even een kijkje nemen. Genoten. Smash die like button. Ik ga tegenwoordig ook vragen om likes. Ik weet niet wat het is. Ik schiet er helemaal niks mee op. Als jullie de video niet leuk vonden, moet je natuurlijk niet liken. Maar als je denkt van, yo, ik vond het leuk en jouw dubbelganger leek echt heel erg op jouw dubbelganger, geef dan zeker een like, jongens. En dan ga ik toch echt weer zeggen, tot de volgende video. Bye. Oh.